Naast een schitterend Scrabble-woord is het ook een van de mooiste voetbalkunstjes, het banaanschot. De meester van het banaanschot was de Braziliaan Nelinho. Hier scoort hij op het WK van 1978 tegen Italië. Nog mooier misschien wel was de vrije trap van Roberto Carlos uit 1997. Maar het kan nog gekker. Het is de wedstrijd Pulau Pinang tegen Pahang, Maleisië dus. Faiz Soubry legt aan voor een vrije trap van 1,25 meter en de bal vliegt binnen. Het lijkt trucage, maar dat is het niet. Wel zal Soubry een klein beetje hulp van de wind hebben gehad, maar dat doet weinig af aan de bizarheid van dit doelpunt.